De talkshow-host van Nederland, Willem Duis met zijn vuist. In de zaal ontwaard, want iedereen heeft geroken wat hier aan de gang was. Die heeft kennelijk ook gezongen vanavond. Die is kennelijk ook enthousiast hier naartoe gekomen. En daar wil ik ook mee praten. Willeke Alberti. Ik kan jou dan wel 10 geven, al was het maar voor wat je laatst in de Corrie Brokken Show hebt gedaan. Dat vond ik geweldig. Dankjewel. Vond ik geweldig. Jij zit hier, nou dat is al ongehoord geloof ik. Want nu zitten de top dames en de top heren van de hele teenage ladder van Nederland zitten hier bij elkaar, hè? Komt dat ooit eerder voor? Nee, geloof ik niet. Tjonge, jonge, jonge, ik ben er helemaal confuus van. Ik heb, daar gaat het weer even. Ik zat laatst eens een keer op jouw vader te wachten bij je thuis en toen heb ik met jou zitten praten en nou je hier toch bent, dan zou ik het leuk vinden als je een paar van de dingen die je toen tegen mij zei ook eens een keer zou willen vertellen aan alle Nederlanders. Men heeft het idee dat in die teenage wereld, hè, op het ogenblik, de wereld van de Beatles, de pruikjes en al die rare dingen, de grammofoonplaten, dat de jeugd een beetje aan het gek worden is. En als je dat nou hier ziet van Johnny en van Rob en heerlijk swingt het en ook de ouderen in de zaal die doen mee, het is zo meeslepend. Hoe sta jij daar nou zelf tegenover? Nou, ik vond het zo fijn wat die jongens deden. Ja. Het is enorm. Je had het ook niet eerder meegemaakt van hun? Jawel, ik werk dus iedere avond met ze. Ja, maar ze werken samen. Nou, we hebben dus een tournee samen met Anneke, met de Jumping Jewels, Johnny Lyon, Jones Sisters en ik. Ja, maar dan zit Rob er weer niet bij dus. Nee, dat is zo. Dat bedoel ik, die twee jongens hadden nog nooit samen gewerkt. Nou, dat is enorm. Ja, vind je leuk? Fijn. Ja. Ja. Nou heeft de doorsnee Nederlander, die leest kranten, die ziet teenagebladen, die hoort al die verhalen van fortuinen die jullie verdienen, sleeën van auto's waarin je rijdt, nooit zijn ze tevreden. Hoe sta jij daar nou persoonlijk tegenover? Ik ben enorm tevreden. Ja. Ik heb niks van antwoord. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik heb fijne vader en moeder, fijne collega's en een hele fijne auto. En ja, meer zou ik eigenlijk niet willen. Nee. Ik ben tevreden dus. En wat jij nu doet, dat vind jij natuurlijk, dat komt zo vanzelf? Ja, dat geloof ik wel. Ik bedoel, vind jij jezelf een zeer goede zangeres? Oh nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Wat vind jij goed zingen? Ik vind zingen dus... Wat je vader het is natuurlijk doet. Wel... Ja, ja. Maar zingen is dus wel belangrijk, maar ik vind toch ook hoe je iets brengt. Ja. Dat is dus heel belangrijk. Ja. En misschien wordt daar soms te veel de nadruk op gelegd? Brengen? Ja. Ja. Men heeft wel... Ik geloof dat nog eigenlijk belangrijker is dan zingen. Ja. In ons vak dus, bij de teenagers. Wat doe jij daaraan? Studeer je niks, daarin? Niks. Ik vind het fijn om te doen. Ik doe het dus iedere avond. Probeer ik dus iets anders te doen. Ja. En dat vind ik dus fijn. Je gaat dus nooit voor de spiegel staan zeggen bij dat woord nee, en dat liedje ga ik mijn hand zo Ik zou dus ook nooit iets van tevoren in kunnen studeren. Zoals Corrie Brokken Show. We hebben het dus wel gerepeteerd, maar George Carden die zei dus, nou doe het nou maar zo als jij het dus graag wil. En dat heb ik gedaan en dat is dus heel fijn gegaan. Verbaast het je wel eens het succes? Ja, natuurlijk. Het is allemaal zo ineens gegaan. Is het gevaarlijk? Zou je er blasé van kunnen worden? Nou, dat geloof ik niet. Nee. Als jij straks getrouwd bent en kinderen hebt, zou je je kinderen dan tegenhouden om het zangvak in te gaan? Ja, ik weet het niet. Het is een heel fijn vak, maar het is toch ook een heel moeilijk vak. Het is vermoeiend en je moet er toch ook echt wel tegen opgewassen zijn. Ja,
Zie je, ze houden het wel vol, die wekkers, hoor. Ja, ja. Langer dan wij, vrees ik. Maar moet je het luisteren. Jij komt hier nou zomaar binnenstappen. Ja. Nou vind ik het toch te zonde om jullie vieren hier te hebben. Hè? Om Willeke en Anneke en John en Rob in een programma te hebben zonder dat die dan met z'n vieren iets deden. Wat moeten we iets met z'n vieren? Als we Anneke zo gek kunnen krijgen, dan vind ik dat maar moet gebeuren. En dan moet jij maar eens meegaan en dan gaan we kwartet spelen. Kom maar. When the saints go marching in, well, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in.